tafel Lisa en Joni. Beide vrouwen, moedig dat jullie hier zijn. Lisa, want ik zie dat jullie kijken naar dit filmpje. En je vindt het lastig om te zien, dit. Ja, absoluut. Kan je toch uitleggen waarom je dan toch hier zit? Nou ja, het is mij overkomen. En ik hoop gewoon dat door mijn verhaal, maar ook gewoon door de verhalen van de andere meiden hier, dat iemand, al is het er maar één, dat hij zoiets heeft van, oké, ik ga deze toch niet versturen. En het leven gewoon anders wordt dan de mijne was. Ja, want jij zegt, het is mij overkomen. Wat is jou overkomen? Op mijn 12e zat ik net op de middelbare school. En ik had als een van de eerste daar een vriendje. En die heeft in de vakantie gevraagd aan mij of dat ik een foto wou sturen. Dus ik had leuke foto's gestuurd. Maar uiteindelijk ook na aandringen van hem een foto van mezelf in mijn BH. En toen ik weer terugkwam op school, was die... We hebben gevraagd of we het konden laten zien. Ja. Deze foto. Haal me weer weg. Ja, graag. Nee, die was door de hele school gezien. Of in ieder geval sowieso door mijn hele leerjaar. En ook door de tweede, de derde en de vierde weet ik niet zeker. Maar ik denk wel dat die... Hij heeft het doorgestuurd. Ja. Wat gebeurde er toen? Ik kreeg heel veel opmerkingen naar mijn hoofd. Het voelde alsof ik een advertentie was. Ga je met me mee? Wil je dit? Wil je dat? Ik heb gewoon alleen maar vervelende, nare zinnen gekregen toen ik door de schoolgangen liep. En heeft dat je leven heel erg beïnvloed? Want je zou kunnen denken, het is één foto van jou en je BH die de kinderen gezien hebben. Wat voor invloed had dat op je, dat het is doorgestuurd? Nou, het heeft 4 jaar lang heeft het mij achtervolgd. 1 keer in de week, 1 keer in de maand, dat ik toch wel een opmerking kreeg. En uiteindelijk heeft dat er gewoon voor gezorgd dat ik, toen ik van die school af was, geen zelfvertrouwen meer had, geen zelfrespect. Ik vond mezelf niks meer waard. En dat is heel erg lang zo geweest. Waardoor er dus andere personen, mannen, daar nog meer gebruik van hebben kunnen maken. Kan je er iets over vertellen? Op welke manier hebben ze dat gedaan? Ik heb relaties gekregen. Ook eentje met een loverboy. Nou ja, het is geen relatie te noemen, maar... Dat was een van mijn diepste punten dat ik erachter kwam. En jij ziet wel duidelijk een verband. En niet jij alleen, maar ook professionals om je heen. Zien een duidelijk verband tussen wat er toen op school is gebeurd... en het verspreiden van die foto, het verlagen van je vertrouwen... en uiteindelijk ook hoe je het zelf hebt opgelost in jouw hoofd met die andere mannen. Ja, absoluut. Ik ben bij de Yes Weekend Clinics geweest en daar... ik ging daarheen en ik heb daar van alles gedaan wat ik normaal gesproken ook zou doen. Dus ik was niet echt bezig met mezelf. Totdat mijn behandelaar doorhad dat het niet helemaal klopte. En die zei van, nou, je gaat nu aan alle 80 fellows even vertellen wat je de afgelopen 2 weken hebt gedaan. En dat er dus gewoon geen reet van klopt. En daarna mag je 24 uur stilte. Dus ik ben 24 uur stil geweest. En die 24 uur was voor mij hetzelfde alsof ik weer op die school liep. Alsof ik daar weer langs mensen liep die me aankeken. Die dingen van me wisten die ik gewoon niet wou dat ze wisten. En in mijn hoofd hoorde ik al die opmerkingen weer. Heb je nog ooit contact gehad met dat vriendje dat die foto verspreid heeft? Op een of andere manier? Ik heb op mijn 17e, toen was ik van die school af. Toen heeft hij mij nog een keer toegevoegd ergens... Van, hey, ik ken jou nog en bla, bla, bla. En ik was gewoon echt stom verbaasd van, waar heb jij het lef vandaan? Ja. Maar ik heb hem ook geweigerd, absoluut. En hij heeft gewoon gevraagd van, ja, waarom dan? En hoezo? We hadden het toch leuk op school? En ik wou een reunie gaan organiseren, maar... Niks aan de hand? Nee, ja, alsof hij gewoon nergens meer vanaf wist. Dus ik heb ook tegen hem gezegd van, nou, jij hebt mijn hele leven verziekt.